Hoe belangrijk zijn plasrasgebieden in de veengebieden, in de weidegebieden in ons land? Nou, heel belangrijk. En dat kun je ook zien aan dit paardje slopeenden dat op af komt zwemmen op een plasrasgebied in de Albasterwaard. Kijk dat vrouwtje dus. Ze plukt de ene mug na de andere uit de lucht. Ja, want wanneer zo'n weiland onder water komt te staan, dan stikt het opeens weer van de muggen en van andere insecten. En die vormen voedsel voor die slopeenden. En voor andere vogels, die daar dan natuurlijk ook massaal op afkomen. Dus ik hoop dat steeds meer boeren een deel van hun land in het voorjaar onder water zetten. Om al deze vogels gastvrij te onthalen.